throughout all my life, most people ask me, come on, are you Jewish? And I would say, no, but I can answer with the famous line when Charlie Chaplin was asked, are you Jewish? He said, oh, I don't have that privilege. Which I think is a great line. And of course, Charlie Chaplin is the character of the tramp, is the quintessential, you know, it's very, very Jewish. Kwam wel op bij de curatoren van het grootste en oudste Joodse filmfestival, dat van San Francisco. En wij omarmden het. Amerika ontving begin vorige eeuw miljoenen nieuwe immigranten. De boxsport bood deze meestal in armoedige omstandigheden levende mensen de mogelijkheid een stap naar een beter bestaan te realiseren. De etnische groep was trots op hun eigen kampioenen en daardoor werd het zelfbewustzijn vergroot. Zo was Mohammed Ali niet alleen een belangrijke sportsman, maar droeg hij ook wezenlijk bij aan het versterken van de identiteit van een Amerikaan van Afrikaanse afkomst. Een soortgelijke rol speelden Max Beer en Ben Bril voor de Joden in Duitsland en Nederland. De koppeling met Hollywood stoelt op de omstandigheid dat sommige boxers het entertainment van de ring overbrachten op het witte doek. Zoals te zien is in de film My Son, the Hero. Van de 5 boksgerelateerde films wil ik speciaal op de unieke vertoning wijzen van His People. Een zwijgende film uit 1925. Ik geef thans het woord aan Frits Barend voor de officiële opening van het Joods Filmfestival 2008. Wat maakt een filmfestival nou Joods? De omgekeerde vraag is vrij simpel. Wat maakt iets Joods tot filmen? Is bepaald of de maker Joods is, de regisseur, de scenario schrijver, het verhaal, de hoofdrolspeler? Of de financiën, maar dat zijn alle films Joods. Het grootste deel van de Joden en ook van de Zwarte was straat in straat arm. En juist armoede en proletariaat vormen de grootste voedingsbodem voor het boksen. Nog iets los van Joden en boksen. Toen ik me op deze avond voorbereidde, heb ik de biografie van Jack Johnson gelezen. Jack Johnson was een zwarte bokser. En was de eerste zwarte wereldkampioen. En dat wist ik niet, en het is toch eigenlijk vrij historisch. Gisteren, 2008, is Barack Obama gekozen tot de eerste zwarte president van Amerika. En precies 100 jaar geleden, in 1908, werd Jack Johnson de eerste zwarte wereldkampioen boksen. U ziet, met boksers zijn 100 jaar voor op de politiek. De trainer van de hoofdpersoon van de film die u zo direct gaat zien, Dimitri Salita, heeft Barry uitgenodigd om in januari naar New York te komen en daar te komen boksen. En die bokser die straks naar New York gaat en wellicht ooit aan de Golden Globes mee gaat doen, die gaat straks voor ons een demonstratie geven, Barry Groenteman. Ik wens u een heel mooi Joods filmfestival met de openingsfilm Orthodox Dance. We gaan over 3 ronden van 2 minuten boksen. Mag ik jullie even voorstellen aan het publiek? Hou er echt erop. Ben je goed, man? En met linkerhand. Met linkerhand. Patrick Asscher. Seeking out the poorer quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. Asking only workmen's wages, I come looking for a job, but I get no offers. Just to come home from the wars on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so rich, and I took some comfort there.
broertje van mijn vader. Mijn vader was Jopie Brasem. Hij was een bekend worstelaar voor de oorlog ook. En dit is Appie Brasem, Avram Brasem. En zij woonde in de Jodenbuurt, het Waterloopplein in Amsterdam. En hij heeft gebokst bij Jopie Kosman. Maar hij is jammer genoeg in de oorlog... Hij heeft de oorlog niet overleefd. Jammer genoeg. Maar hij was dus 15 jaar op deze foto. Dat is Appie Brasem. Then I'm laying out my winter clothes and wishing I was gone, going home, where the New York City winters are in bleeding.